gaan ons langzaam opmaken voor Boedapest komende zondag. De achtste finale van Oranje. Maar eerst is het tijd voor dag 13 van EKDELI. Dinsdagavond 8 uur. Iets na 8 uur. Ja, klas gedaan, Mick. Helemaal niet door het shot. Op Mick. Proost, Mick. Nieuwe EKDELI. Welkom. Allemaal. James Worthy. Alsof het zomer is. Het is een beetje koud. Beetje koud. Maar je bent Engelsman of niet, hè? Ja. Heel goed. 15 graden is zomer, Neil. Ja, nou, heel goed. Goed dat je zit in korte broek. En goed statement richting Qatar. Houden we altijd van. Lekker, James. En tegenover ons de meest gehate vrouw van Nederland. Leon Stedler. Goed dat je hier wel durft te zitten. Ja, precies. Nee, we gaan het er misschien wel over hebben. Eigenlijk moeten we het gewoon niet over hebben. Nee, toch? Nee, ja, dat is niet waard. Nee. Libellen, let's go, toch? Libellen for life. Ja. En Willem Wijs, hoe is het? Goedenavond. Ja, bij mij goed, toch? Ja, heel goed. Ja, ja. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. En voor de mensen, ik moest het vanochtend even doorgeven. We hebben het nog niet één keer geroepen. Bijna 10.000 abonnees. Dus je moet even abonneren, liken en al die dingen. Ben ik net een YouTuber. We moeten eigenlijk natuurlijk met het EK-nieuws van de dag starten. Maar er is overtreffende nieuws natuurlijk. De overstap van Steven Berghuis naar Ajax. Ajax heeft zich gemeld voor Berghuis. Hoe zou je dat in Engeland neer kunnen zetten? Is dat United, Liverpool? Sowieso, ja. Ja. Dat is, wie heeft dat ooit gedaan? Scholes naar Liverpool toe. Ja, Michael Owen heeft het wel ooit gedaan, maar dat is wel via enorme omweg. Ja, via, maar is er ooit iemand rechtstreeks gegaan? Niet dat ik weet. Ja, ik zit even na te denken. Nee, volgens mij niet. Nee. Wat vind je ervan? Berghuis naar Ajax. Kijk, vanuit Ajax zou het wel een koopje zijn. Hè? Die 4 miljoen slaat natuurlijk helemaal nergens op. 4 miljoen, man? Ja. Spelen van dat kaliber binnen te halen. Ja, dan snap ik wel dat je daar interesse in hebt. Nee. Alleen ja, ik snap dat ze daar in Rotterdam niet heel blij mee zijn als dat zou gaan gebeuren. Nee, het gekke is dus dat, dat Berghuis een paar jaar geleden in de belangstelling stond van verschillende clubs. En toen zei Feyenoord, ga je contract verlengen en er komt een clausule in. 8 miljoen. En die clausule liep af. En dit jaar is het 4 miljoen. Voor binnenlandse en buitenlandse clubs. Voor 4 miljoen kan je hem oppikken. Niet heel zakelijk van Feyenoord. Is niet goed onderhandeld. Nee. Nee. De categorie onderhandelen, niet goed. Nee. Feyenoord. Maar vind je het goed? Van, Nou, als dat waar blijkt te zijn, dat die voor 4 miljoen is op te halen. Voor zowel buitenlandse als binnenlandse clubs. Dan is het niet heel handig gespeeld door Feyenoord inderdaad. Nee. De vraag is dan, we hadden het net al even voor de uitzending ook over. Hè, van, ja, maar waarom meldt Ajax zich dan? Want dan zou je eigenlijk gewoon kunnen zeggen, nou, hier heb je 4 miljoen en het is afgetikt en klaar. Want het roept ook heel veel vragen op. Want? Dit soort vragen. Nou ja, vragen ook van, is er al contact geweest tussen Berghuis en Ajax? Want normaal gesproken mag je eigenlijk nog niet met de speler praten voordat je toestemming hebt van de club. Maar ja, je weet allemaal hoe dat werkt via zakenwaarnemers, via tussenpersonen. Dus dan lijkt het er toch ook wel op dat Berghuis eventueel ook wel interesse heeft. En tegelijkertijd durf ik een andere vraag nog wel te stellen ook. Als ik kijk naar de Berghuis van de afgelopen maanden en ik kijk naar wat de ambities zijn van Ajax, dat het Champions League niveau, en wat daar gevraagd wordt qua speelwijze, qua discipline in die speelwijze, dan denk ik dat Berghuis nog vol aan de bak zal moeten. Ja. Als ik kijk naar wat Ten Hag vraagt van zijn spelers, van buitenspelers ook, in het druk zetten van Ajax, vaak met de buitenspelers. Dus buitenspelers die echt op volle snelheid centrale verdedigers van de tegenpartij onder druk zetten. Maar ook meekanten naar de kant waar zeg maar niet de bal is. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Ja. Of het is gewoon fuck you money, toch? In de Eredivisie richting iedereen. Je haalt gewoon Berghuis, zoals Bayern. Hè? Ajax wordt altijd gezien als het Bayern van Nederland. Nou, tot, ik denk, dit seizoen heeft Ajax weinig grote spelers weggehaald bij de concurrenten. Dit is wel echt fuck you money, toch? 4 miljoen.
dit is een hele grote fuck you naar, naar Feyenoord inderdaad. En ja, het is natuurlijk af te wachten of hij dan in zeker in de Champions League wedstrijd voor de breedte komt. Er zijn natuurlijk wel genoeg jongens van kwaliteit. Ja, zeker. Anthony die er gewoon natuurlijk op die rechtsbuitenpositie staat. Dus ja, ja, dan zou ik zeggen met Tadić dan op de linksbuiten en Haller in de spits. Dan hoef je hem niet eens op te stellen. Nee. Maar is het wel een dikke fuck you, ja. En hij kan het nu accepteren, zei hij nu bij Nederland zelf, dat hij op de bank zit. Ja. Omdat hij ook ziet dat andere jongens ook gewoon heel veel kwaliteit hebben. Maar kan hij dat straks bij Ajax ook? Het wordt heel interessant. Dat is de vraag natuurlijk. Ja. Het is dus, wel op zo'n dag waar we alleen 9 uur wedstrijden hebben. Wel weer even lekker. Laten we het gewoon over het EK hebben. Hoogtepuntje voor jou tot nu toe, het EK? Van een team of van een speler, hoe bedoel je? Mag alles zeggen. Volkslied hebben we hier al gehad. Ja, nou, dat was ook wel een hoogtepuntje. Nou, toch wel de verrassende, of ja, het is eigenlijk niet meer verrassend, maar toch dat Italië dit wel doorzet. In de zin van, we hebben allemaal het beeld van de Italianen dat het toch vaak Catenaccio is en dat het inzakken is, dat het weinig hoog vermaak is. Willem Haken, hier ook wel bekend volgens mij, die doet er op Twitter ook altijd alles aan om dat, om dat om te draaien, zeg maar. En ik moet zeggen, ja, Italië bewijst dat er nu toe ook. Hè. We hebben volgens mij echt een serie van rond de 16 wedstrijden inmiddels ongeslagen. 30. 30 al zo lang zelfs. Ja, ja, ja. Oké, dat wist ik zelfs niet eens. Ja, echt, maar echt waanzinnig. En daar ben ik echt wel heel erg van onder de indruk. En wat ik vooral leuk vond, was de analyse van Alfred Schreuder ook bij de NOS. Die dus liet zien hoe je aanvallend tegenstanders kapot speelt, die heel erg compact spelen. Ik had er toevallig zelf ook vandaag een artikel over bij Trainers Magazine. Met dank aan onze grote vriend Jan Bavink, hè? Ja, met alle credits aan Jan Bavink. Zeker. Die mij heeft geholpen met wat data om dat te ondersteunen. Ja. Maar dan zijn zij toch, vind ik, samen met Duitsland een van de weinige ploegen die dat toch kapot kunnen spelen. Dus ja, daar ben ik wel echt van onder de indruk. En zonder eigenlijk, laten we zeggen, 6, 7, 8 echt hele grote namen, zeg maar. Ik bedoel, er speelt geen Pirlo meer, er speelt geen Totti meer. Maar ja, ze doen dat echt als team. En echt waanzinnig knap. Leonne. Kan ik helemaal inkomen. Maar voor mij was wel het moment gisteren dat Denemarken uiteindelijk doorgaat. En op de manier waarop ze dat hebben gedaan. En echt tijdens de wedstrijd, op een gegeven moment had ik er niet echt geloof meer in. Nee. Toen zakte het een beetje af. Nou, de scheidsrechter ook, hè? Die hielp ook niet mee? Nee, die hielp zeker niet mee. En toen, zeg je dat netjes? Toen kregen ze natuurlijk wel in de schoot geworpen. Polsen die scoorde. En toen uiteindelijk die emoties die loskwamen. Die bal van Christensen, 3-0, daar zat alles in, toch? Ja. Gewoon het verdriet, de woede, het enthousiasme. Ja. Dat was zo'n bal die dan raakt. Maar keepertje, niet een beetje. En die 3-0? Ja, hij zag hem of heel laat, of het was niet heel sterk, of allebei. Maar ik vond het ook niet heel erg overtuigend van de keeper. Maar dus Denemarken. Daar gewoon niet naar gekeken. Nee, ik was gewoon voor Christensen en voor het hele team. Ik voelde wel heel erg met ze. Ik zag trouwens Kenneth Press, dat was wel mooi. Hij zei, het is mooi om te zien hoe heel Nederland meeleeft met Denemarken. Eens. Is wel zo, toch? Ja. Is jouw hoogtepunt alweer veranderd? Mijn hoogtepunt van dit toernooi, jullie. Weet je, gewoon 20 man die dag en nacht filmpjes knippen en niets doen en filmpjes knippen en podcasts en in een jacuzzi tot 4:30 zitten drinken. Echt chapeau voor jullie, jongens. Nee, maar echt, het is dat vind ik heel lief. Super knap. Ja, ik kan ook niet over dit hoogtepunt heen, maar ja, kan dat. Ja? Oké. Okay. Wil je nog meer hoogtepunten? Ga dan naar easytoys.nl. Daar vind je altijd hoogtepunten. Kijk, ik weet trouwens dat er gisteren een pakket is weggegeven hier. En er was iemand die is zo gelukkig geweest. Die heeft de hele dag lopen roepen hier dat Easy Toys het allermooiste is wat haar dit jaar is overkomen. Nou, dat is toch mooi? Waarschijnlijk is ze er nog steeds. Ongelooflijk. Maar wat een lieve woorden. Je krijgt me niet zo vaak stil. Nee, vrijwel nooit, Niel. Nee, dat is waar. En we zijn pas 12 dagen onderweg, dus het mooiste moet nog komen. Ik heb wel een moment wanneer die stil is geworden. Vertel. Ja. Nou, voor de uitzending hebben we een potje Two-Touch gedaan. Zeker. Eén potje. Wil je daar nog iets over kwijt? Nee, ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. Is het nou dat je stil werd, toch? Hoezo? Tamelijk grote bek van tevoren. Achteraf iets rustiger. Oh, nou, het viel eigenlijk wel mee. Ja, ik heb 2 potjes verloren van 8, maar prima. Van 8? Weet je wat het is? Als je met z'n drieën tegen 1 speelt, dat zegt iets over mijn kwaliteiten. Dat je dan met z'n drieën tegen mij moet spelen en dat ik er dan 2 verlies, kan ik meeleven. Mijn oren zijn niet rood, dus geen oortje tik, schat. Bijgetrokken inderdaad. Ja, toch? Ja, heel goed. Dit is een goede uitzending. Oké, jij gaat mij onder de bus gooien. Kijken vanaardig, we aan. Jongens. Ja, kijken we het laatste lach, deze uitzending. Goed, laten we het even hebben over Oranje. Relax dagje vandaag natuurlijk. Gisteren, makkelijke overwinning. Eigenlijk niks aan te doen. Grote nieuws is natuurlijk, komt er een statement vanuit Oranje richting Budapest? Jawel. Als je dan El Capitano Gini Wijnaldum hebt,
Die spreekt zich over heel veel dingen uit. En die heeft zich nu ook uitgesproken. Want hij gaat komende zondag met deze aanvoerdersband spelen. One Love. Dat is natuurlijk een campagne die ze al eerder hebben gedaan. Ja. Voor mij tegen Spanje vorig jaar. Speelde met die shirtjes. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, en het statement van Genie is: met het dragen van deze band willen wij als Oranje benadrukken dat wij staan voor inclusiviteit en verbinding. We zijn tegen elke vorm van uitsluiting en discriminatie. We hopen zo iedereen die zich waar dan ook ter wereld gediscrimineerd voelt, te steunen. Netjes. Goed toch? Ja. Weet je, want er was gisteren een beetje een discussie hier op de bank ook. Hè? Waarom moet je voorop lopen met een statement maken? Nou ja, volgens mij als je het ergens niet mee eens bent, moet je altijd uitspreken. En dit is gewoon goed. Nou ja, vooral natuurlijk omdat de UEFA zo niet thuis geeft hierin. En eigenlijk door het niet toe te staan wat er in München natuurlijk wat het plan was. Daarin zijn ze natuurlijk eigenlijk heel politiek bezig door dat niet te steunen. En dan vind ik dat je daar best wel op mag reageren door wel zelf een statement te doen in ieder geval. Ja. En het past in de lijn van Nederland zelf al. Ja. Want ze hebben het al een paar keer eerder gedaan. Ja. Met het doelpunt met Frenkie. Ah, mooi hè. Frenkie en Genie. Scoorden. Ja, ja. En natuurlijk ook met het boycotten van Veronica Inside, dacht ik. Hè? Ja. Dus ja, ze zijn wel uitgesproken, zeg maar. Dus in die lijn past dit wel. Ja. Maar ik verbaas me ook over, want wat ik hoor, dat niet iedereen intern op één lijn lag bij de KNVB. Moet je wel een statement doen, want je moet de UEFA ook nog te vriend houden en dat soort dingen. Maar dat een spelersgroep zich nu uit, dat is het allersterkste natuurlijk. Ik denk dat het ook niet veel had uitgemaakt dat de KNVB een statement had gemaakt. Dit is het allersterkste, toch? Dat is heel sterk, ja. Ja. Ben je een Genie? Ja, een Genie, ja. Ja, ik ben wel benieuwd of Engeland iets gaat doen. Heb je daar iets over gehoord, dat Engeland vanavond nog iets niet, gaat doen? Maar dat mag ik wel hopen, toch? Misschien een nieuw kapsel voor Foden. Je weet het niet, hè? We hadden het voor de uitzending. Volgens mij speelt hij niet ook. Nee, ja? Nee, we gaan het zo over Engeland hebben, maar dat is wel zo. Ik weet niet of je de artikelen hebt gezien. Ja, inderdaad. Daar hint ik al. Laat ik het zo zeggen. Het Foden is nog niet zo succesvol als de mensen die het Phil Foden kapsel hebben aangenomen in Engeland. Wil je daar meer over weten? Check vooral de Sun. Die zullen vast wel daar wat artikelen over geschreven hebben. Als we over Oranje doorgaan. Gisteren is de discussie hier gestart. Maal of Weghorst. Jij als trainer. Voor wie zou je spelen? Met wie zou je spelen? Nou, of zou je echt wachten tot het bekend is tegen wie je speelt? Nou, op die lijn wilde ik wel doorgaan eigenlijk. Dat mag. Omdat ik dat de laatste keer toen ik bij jullie zat, dat was ik denk een paar weken voor het EK. Toen werd me ook de vraag gesteld, wat is je ideale opstelling? Nou, toen heb ik ook gezegd, ja, ik denk als er niet één speler naast Memphis dusdanig. Kijk, even ervan uitgaan dat je per se het 5-3-2 formatie, of die formatie, dat je die wil aanhouden. En er is er naast Memphis niet eentje die zo duidelijk aantoonbaar beter is dan die andere. Althans, dat vind ik. Omdat ik allebei ze unieke kwaliteiten vind te hebben. Alleen allebei op een iets andere manier. Zou ik heel erg gaan kijken tegen wie je gaat spelen. Ja. Hoewel ik wel op dit moment moet zeggen dat mijn gevoelskwestie iets meer bij Malen ligt dan bij Weghorst. Ja. Dat komt meer omdat ik hem toch iets completer vind. Dus allebei specifieke wapens. Alleen overal vind ik Malen wel iets completer dan Weghorst. Ik vind het ook wel mooi dat het dan nu in de media ook een dingetje aan het worden is. Dat eerst Weghorst het erover had hoe goed zijn connectie is met Memphis. En toen dacht Malen, nou, nu kan je krijgen ook. Die riep het ook, hè, na afloop. Ja. Ik voel die connectie met Memphis. Dus ja, ik mooi. Vond vooral Wijnaldum ook wel behoorlijk uitgesproken over hoe fijn die het vond. Met de diepgang en de ruimte. Dacht ik, zo, het is niet mis dit. Nee, dan maak je als aanvoerder ook wel even. Of je maakt iemand heel groot, maar je maakt iemand anders ook heel klein. Dat dacht ik ook. Dat ik denk niet dat Wout Weghorst het heel fijn vindt dat zijn aanvoerder zo uitgesproken is over de vervanger. Nee, dat denk ik ook niet. En het viel me trouwens wel op dat in die eerste paar balletjes, in de eerste helft, toen zag je dus ook wel dat het nog niet helemaal op elkaar ingespeeld was. Zag je een keer bij een balverovering dat één keer was het volgens mij Malen in de bal en toen werd die bal diep gegeven. Ja. Eén keer was het andersom, maakte een diepteloopactie, kwam die juist in de bal. Waardoor je ook wel even nog in het begin zoiets had van hé, het ontbreekt nog. Wat natuurlijk helemaal niet gek is, want hij heeft natuurlijk ook in die oefenwedstrijden zo relatief weinig gespeeld. En nu wordt hij dan ineens erin gegooid. En dan is het ook nog extra lastig, hè, want dan moet je het ook maar meteen weer doen. Ja. Maar ja, gedurende de wedstrijd verder vorderde, ja, herpakte hij zich. Het was niet heel slecht of zo, maar nou, laat ik het zo zeggen. Ontstond er wel echt inderdaad afstemming. Ja. En ik denk wel dat Weghorst hem een klein beetje begint te knijpen. Ook ervan uitgaande dat waarschijnlijk, als die tegenstander, maar ik weet niet of je daar naartoe wil naar dat rekenen, als die tegenstander uit de pool komt van Portugal, Duitsland, Frankrijk, en je toch ervan uitgaat dat Nederland misschien ook iets verder terug gaat spelen, kan het zomaar zijn dat de bondscoach gaat kiezen voor Malen? Qua voetbal, sowieso Malen toch? Weet je, die derde paasje, dat steekpaasje, dat was toch wonderschoon, jongen. Dat, weet je, dat zie je Wouter niet doen. Nee, zeker. Helaas. Nee, zeker. Het is een vriendelijke jongen, maar het is
Weet je, ja. Nee. Ja, ik voel me heel eenzaam hierin. Jij bent nog wel team Wout Weghorst, Wouter. Ja? Ja, Wouter of Wout. Ik heb zoiets... Waarom? Nou, omdat het is natuurlijk wel afhankelijk van de ruimtes en dat soort dingen. Maar vooral wat we tegen Oostenrijk lieten zien. Dat uiteindelijk wanneer mensen moe zijn en dat soort dingen. En dan heb je met Malen wel echt een wapen. Dat heb je anders niet wat je nog in kan brengen. Want door Bergwijn niet te selecteren en dat soort dingen... heb je niet iemand die uiteindelijk gewoon achter de linies kan hollen... voor volk en vaderland. Maar goed, dat doet er eigenlijk ook niet toe wat wij vinden. Jaron, die ging richting het Vondelpark vandaag. En die vroeg aan de mensen... als jij nou moet kiezen, waar kies je voor? Malen of Weghorst? Nederland won gisteren overtuigend met Malen in de spits. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat vinden we nou? Malen of Weghorst? Malen maakte gisteren heel veel indruk. Ja. Moet hij starten? Of, denk het wel, hè? Ja? Toch? Ja, ik vind alleen dat ze die ene jongen Klaasie missen. Davy Klaassen. Ik vind het wel heel gevaarlijk. Serieus. Ja. I saw the like his work before Depay's first goal. It was great. I saw, who is that? He's so fast. I mean, I was shocked, and then I saw in the celebration his name on the back. And I was like, yeah, he's the real deal. Nederland zelf toch won gisteren met Malen in de spits. Moet Malen spelen of Weghorst? Weghorst. Malen. Ja, en we spelen aankomende zondag in Boedapest. Moeten we een statement maken? Doe ook maar zo'n aanvoerdersbandje dan, hè. Want ja? Ja, en hou het dan maar bij. Want verder kom je denk ik niet. Absolutely. Yeah? Yeah. What should they do? Anything, like kneel or have a flag or whatever. I mean, something, either they go subtle, it's like subtle, or they go big. Just do something. I mean, people say that you can have politics within sports, but I mean, everything is politics. Nou ja, ik misschien, zoals Sneijder ook al heb gezegd, dat je niet alles op die voetballers moet afschuiven, maar ze kunnen misschien wel wat doen, maar niet per se heel overdreven, denk ik. Ik denk dat, dat iedereen het recht heeft om te leven natuurlijk en te zijn wie hij wil zijn. Weet je, je moet iedereen respecteren. Wat je ook bent, wie je ook bent, ja, vind ik wel. Ik vind dat je wel achter dat soort dingen moet staan. Hè? Want we moeten met z'n allen doen in deze wereld. En liefdevol zijn aan elkaar, denk ik. Backup en liefde overwint alles, denk ik. Wauw, jij hebt mooie woorden, maar deze man wint de dag, hoor. Deze man is echt briljant. Ja, en als men... Ik heb geen idee. De man uit het Vondelpark. Respect voor de man. De man uit het Vondelpark was de liefste man vandaag. En overigens, het is iets na 8 uur. De temperatuur is onder de 15 graden gedaald. Dat betekent dat er een dekentje is. Ja. En wat staat er? Beef eater. Beef eater. Ja. Beven, snap je? Beven. Lekker. Heel goed. Even doorgaan over Oranje, Willem. Moeten er nog andere wijzigingen plaatsvinden, volgens jou? Gisteren kreeg Gravenberg natuurlijk een kans. Nou, dat zou ik niet al te snel doen. Omdat je een bepaalde koers bent gaan varen als trainer zijnde... waarbij je keuzes maakt in je speelwijze... en ook in de invulling van die speelwijze. Dus met welke poppetjes dat moet gebeuren... Ja, dan zou het niet een heel sterk signaal zijn naar zowel basisspelers als naar wisselspelers. Ik vond het wel logisch trouwens dat hij nu, dat zag je wel een beetje aankomen, heel veel spelers speeltijd gunde. Dat hoor je wel vaker, hè, om die groep bij elkaar te houden. Dat toch jongens bepaalde betrokkenheid, samenhang voelen. Maar om terug te komen op je vraag, dat zou ik nu niet doen, nee. En ik denk ook, wat ik net al zeg, je gaat nu dan hoogstwaarschijnlijk spelen tegen een vrij sterke tegenstander. Ja, snap ik ook ergens wel weer dat je dan voor wat meer balans kiest op je middenveld met de Roon. Dus om verschillende redenen zou ik dat nu niet doen, nee. Verwacht jij nog wijzigingen? Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon zo gaat blijven zoals het was. Ja. En dat ze daarin doorgaan. En ik denk dat ze eerder jouw idee zullen gaan doen. Dat Malen misschien wel een soort van pinch hitter laatste half uur zal gaan invallen. Dan dat hij het in één keer verandert. Ja, ik miste gisteren Wijndal eigenlijk. Want je zag iedereen die de eerste twee wedstrijden een beetje had gespeeld. Hè. Timber kreeg weer een kans om te spelen. Maar Wijndal zat op de tribune. Dat is ook best wel een klap voor hem. Hè? In de voorbereiding zo duidelijk de eerste nummer 5 gekregen. Ja, precies. En dan uiteindelijk puntje bij paaltje toch gewoon niet eens ook in dit soort wedstrijden invallen. Nee. Dus dat is ook wel heftig. Plus, wat ik ook nog daarop aanvullend. In de eerste twee wedstrijden, toen de buit nog niet helemaal binnen was... toch best wel vroeg ook ingebracht. Ja. Dat is vaak een signaal dat de trainer het wel echt in je ziet zitten. En dat hij het vertrouwt om jou als wisselspeler in te brengen... ten faveur van een basisspeler. Wat ik al zeg, op het moment dat de wedstrijd niet eens helemaal gespeeld is...
Dus daarom was het extra verrassend inderdaad. Maar wat kan een reden ervoor zijn dat je hem nu op de tribune zet dan? Nou ja, dat er misschien toch iets is gebeurd tijdens de training of in zijn houding of in zijn professionaliteit. Of dat je toch denkt, nou ja, hij heeft in de voorbereiding veel gespeeld. Hij heeft nu 2 wedstrijden speelminuten gemaakt. Want het werd ook wel een beetje gebracht van ja, er moet gewoon iemand naar de tribune. Nou, doe dan maar Wijndal. Zo werd het een beetje gebracht. Ja, zeker. Maar ja, dat is voor, ja, tenminste, ik weet niet exact wat de reden is. Dus dat blijft dan gissen. Maar ja, dat zou zoiets kunnen zijn. Je weet niet of er iets is gebeurd. Nee. Nee. Tenminste, ik niet. Nee, zeker niet. Wat er wel gebeurd is vandaag, Luc de Jong, geblesseerd van het veld af. Trainingsveld af. Botsingetje voor mij met Cody Gakpo. Ja, hij stond net met zijn standbeen en Gakpo die duwde eigenlijk zijn knie naar binnen. Dus dat zag er wel vervelend uit. Dus ik dacht, kruisband of binnenband. Echt, in ieder geval, nou ja, ik ben natuurlijk niet... ik weet niet of jij gestudeerd hebt. Maar het zag, de beweging was echt naar. En zijn schreeuw was ook echt niet goed. Dus ik maakte me wel gelijk zorgen. Is dit dan wel bijvoorbeeld als Luc de Jong... Hè, dit is nu wel een beetje speculeren. Maar stel Luc de Jong valt nu af. Dat je daar dan ook rekening mee houdt in je wedstrijdplan komende zondag. Dus dat je bijvoorbeeld wel met Malen start. En dat je dan nog een breekijzer als Weghorst achter de hand hebt. Of is het heel ver doorgedacht? Nou, het is ver doorgedacht, maar je moet er wel rekening mee houden, denk ik. Omdat Luc de Jong natuurlijk wel, als het echt op slot zit... en je hebt nog 10 minuten of een kwartier... en je wilt echt met lange bal iets gaan forceren... zijn natuurlijk de eerste waarmee je dat wilt gaan doen. De vraag is alleen ook eventjes... Kijk, jouw reden net om aan te geven is... ik zou voor Weghorst kiezen is, omdat je dan Malen nog kunt brengen. Maar ga je het zeg maar die kant op redeneren of doe je het andersom? Sterker nog, of tenminste, daarmee bedoel ik van... wil je sterker beginnen... En probeer je daarna... Ja, je moet altijd vanuit het sterkste beginnen, toch? Eens. Ja, dat zou ik wel doen. Nee, dat is wel handig, zeker als trainer zijnde. Maar ik bedoel meer om te zeggen... hij heeft een hele specifieke kwaliteit waarom hij erbij zit. En ik kan me voorstellen, straks naar de 8e finales... en dat het niveauverschil klein blijft. Het wordt beslist uiteindelijk in details... dat je uiteindelijk dan weer het weer omdraait qua denken. Nou, het mooiste zou eigenlijk misschien zijn... ben ik daarom ook geen trainer, hè? Nee, dat is inderdaad heel goed als ik dit zo maar hoor. Nee, maar het mooiste, dat zou natuurlijk zijn als hij gewoon met zo'n ingetapte knie ineens het veld opkomt in de laatste 5 minuten amper kan lopen. Zoals je dat zeg maar 20 jaar geleden met op de amateurvelden zag, weet je wel. Dat zo'n oude veteraan met zo'n ingepakte knie, ik zie het niet snel gebeuren. Ik zag die beelden inderdaad, het zag niet heel goed uit. En ik denk trouwens dat John de Jong ook niet heel blij mee is. Want VI kopte vanochtend, dacht ik, PSV wil echt doorpakken met Berghuis en met Luc de Jong. Jezus. En Ajax meldt zich nu voor Berghuis. En Luc de Jong gaat er geblesseerd af. En als dat een ernstige blessure is. Ja. En dan streep door de rekening. Voor PSV die over? 4 of 5 weken? Ja, zeker. Ja. Champions League moeten spelen? Jeetje, ja. Maar waar gaat Dumfries heen, jongens? Den Dumf. Ja, Den Dumf. Hey, ik schat hem nog steeds op 27,5 miljoen. Wat denk jij? Ik ga nu voor 33,5. Want? Zo. Den Dumf, kom op. Den Dumf, waarom niet? Ja. Nee, maar het is wel zo. Simon Tjommers zei gisteren, en ik weet niet of hij voorkennis had. Hij zei, ja, Marcel Brands, Everton, Premier League. Leuke club voor hem. Ja. Waar zien jullie hem, Den Dumf? Nou, één ding zeker niet meer naar Eindhoven, denk ik, toch? Na deze zomer. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ajax? Dat zou maak ze nou niet helemaal gek dat hier. Dat zou een fucking move zijn. Oh, ja, nee. Nee, ik zou ergens in Italië wel leuk vinden. Italië? Een club die wel lekker natuurlijk met die wingback speelt. Ik denk dat wel de ontdekking is geweest deze zomer. Dat hij vooral zo'n positie moet invullen. En Italië kan die lekker een beetje zijn kwaliteiten juist daar laten zien, denk ik. Ja, Italië boven Premier League? Ja, voor mij wel. Ik moest wel denken aan het... Kent iemand hier dat boek van Simon Cuper? Van Dure Spitsen Scoren Niet? Ja, ik ken het boek wel, nooit gelezen. Ja, maar het is echt een leuk boek ook. Waarin ook best wel wat data en laten we zeggen praktijk, beginnersfouten in het voetbal worden verklaard. Daarin staat dus ook, koop nooit een speler op basis van prestaties tijdens een toernooi. Dus zoals Shaqiri. Jij zegt het. Ja. Maar op basis van korte termijn, in de flow en kijk, Dumfries heb je... 1, 2, 3 jaar heel intensief kunnen scouten bij PSV. En voordat zo'n toernooi ingaat, neem ik aan dat je dan beslist ja, wel of niet. Maar nu duiken er ineens namen op waarvan ik gewoon 100% zeker weet. Die clubs zouden niet in hem geïnteresseerd zijn voor het EK. Ja. En hij speelt 3 wedstrijden. En hij doet het natuurlijk waanzinnig goed, maar een beetje opportunisme van de voetballerij, denk ik. Ja. Maar qua kwaliteit past hij dan het beste? Leon denkt Italië, wij roepen net de Premier League. Of zie je hem in de Bundesliga? Nee, nou ja, ik denk dat het land niet eens heel erg belangrijk is. Hoewel ik, als je dan een beetje korter de bocht redeneert... ga ik wel mee met Italië of Duitsland. Maar ik denk dan vooral dat het voor hem het cruciaal is... dat hij inderdaad in die vrije rol als... of vrije aanvallende rol als wingback kan spelen. Ja. Omdat ik hem bij de wedstrijd van Nederland zelf al...
met een iets ander elftal, in iets andere flow, maar echt als rechtsback in een viermansverdediging wel echt ongeveer 80% minder vond dan nu. Ja. Dus ik vond het wel fantastisch om te zien. Bart Vrouws, voor mij ook van Opta, als ik het goed zeg, die deed... Die een tweetje vandaag was zo mooi. Toen zag je waar hij op het veld stond gedurende de wedstrijd. En toen was links, waren ze verdedigende taken. En rechts, zeg maar, waar hij aanvallend stond. En rechts was, stond hij helemaal vol. En ja, links, hij heeft amper in de rechter verdedigende zone eigenlijk is hij geweest. Toch wel opmerkelijk tot nu toe. Opmerkelijk. Maar ik moet zeggen, gisteren werd hij wel goed verdedigd door die Alioski. Die heeft hem volgens mij echt overal achtervolgd. Ja. En, dan zie en je toch dat een wel... kans. En eigenlijk een assist moeten geven en had moeten scoren weer. Ja, die ene, hij stond één moment ook weer helemaal vrij. Ja. Kwam uiteindelijk die bal niet. Maar, ja. Is dat ook zo lastig om... tegen te spelen. We hebben het natuurlijk over hoe Oranje nu speelt. Maar is dat als tegenstander heel moeilijk? Hoe Oranje speelt? Met als je een wingback op links hebt. Maar die gaat dan niet de hele tijd eroverheen. Maar vooral die rechtsback links. Die rechtsback die er overheen knalt. Nou ja. Kijk, dit is. Ik denk dat het om twee redenen heel erg lastig is om te bespelen. Eén, omdat. Toch een beetje de vondst van de afgelopen twee jaar, denk ik, dat die 5-3-2 met opkomende backs, waarmee Ajax toen tegen Atalanta Bergamo ook tactisch het heel moeilijk had, dat blijft toch heel erg lastig. Met opkomende spelers die in ruimtes komen en er niet al staan. Dus hij komt ook enorm in zijn kwaliteit, dat is één. En twee, iedereen die gevoetbald heeft, kent die types wel, waar het gewoon echt heel vervelend is om tegen te spelen. En ik denk dat iedereen zich er een voorstelling bij kan maken dat Dumfries is gewoon heel veel vervelend om tegen te spelen. Want hij legt er heel veel energie in. Hij is snel, explosief, sterk. Ja. Heeft heel veel bravoure. Blijft maar lopen. Kletst in ieder duel. Ja, dat is gewoon... Heel vervelend. Ja, echt heel vervelend. Ja, hij stopt ook. Zo'n Duracell, toch? Die de hele tijd, zo'n Duracell-poppetje die de hele tijd blijft gaan. Ja, nou zoiets, ja. Komen trouwens heel veel vragen binnen zometeen over Engeland. Die gaan we zo met jou bespreken. En over Eindhoven voor jou. Hoe dat er nu allemaal mee zit. Mensen willen je dat je mensen zeggen, kom naar Eindhoven. Maar wat is de situatie op dit moment? Zijn er ook mensen die zeggen, kom niet naar Eindhoven of niet? Ja, Jordi Smits die zegt, kom naar Eindhoven. En wat is de status? Nou, de status is dat ik inderdaad dit heb opgevangen. Maar dat Willem II volgens mij heel duidelijk is geweest. Je mag niet gaan. Die rekenen op mij komend seizoen dus. Okay. Dat schijnt nogal een lastig verhaal te zijn. Ja, en hoe zit je er dan zelf in? Want we hebben het eerder natuurlijk dit seizoen gehad. Of in ieder geval dit seizoen moet al beginnen. Met Adrie Poldervaart, die heeft gezegd, ik wil naar de Graafschap, laat me gaan. En toen zei Mark-Jan Vladeres, nee. Is dat een beetje hetzelfde soort situatie als met jou? Nou, kijk, ik ken die hele casus, ken ik niet precies. Dus ik vind het sowieso in de eerste plaats lastig om dat te vergelijken. Wat je wel kunt zeggen is, ja, ik heb ambities. Ja. En nou, dat kan zijn om ergens bij een mooie club hoofdtrainer te worden. Dat zou kunnen zijn om ergens een hoofdtrainer te ondersteunen. Door bij een mooie club assistent te zijn. Ja, alleen de keerzijde van de medaille is, ja, dat is heel simpel, dat je ook een contract hebt. Zeker. En zo werkt het ook in voetbal. Ja. Kijk, ik zeg ook heel vaak, kijk, als je dat niet wilt, ja, vandaag nog gezegd, dan moet je postbode worden of bakker. Dan weet je elke ochtend wat je te doen staat als je opstaat. En dan weet je wat je salaris is aan het einde van de maand. En dan meld je elke avond 5 of 6 uur thuis bij de vrouw of bij de man. Ja. En dan is het klaar. Ja, dat is in voetbal niet. En voetbal is een hele mooie wereld. En soms is het ook een beetje ingewikkeld. En wel mooi, hè? Terwijl Willem dit verhaal aan het uitleggen is, zegt gewoon iemand in de chat, wanneer teken je bij Heracles? Dit is wel een goed verhaal, zeg. Jij zegt net, ja, ik heb een contract en ik ben bij Willem II. En dan zegt iemand gewoon, wanneer teken je bij Heracles? Maar waar komt Heracles vandaan dan? Ja, weet ik niet. Dan moet je René P. vragen. Die zit een heel verhaal te houden. Die zegt gewoon... Een trainer en die hebben naast een assistent trainer gehaald. Ja, maar ik geen idee. Het kan ook voor Leon zijn. Dat lijkt me niet... Of voor James. Maar ik weet niet of je iets hebt met Almelo, behalve met Tom Egbers. Nou, een mooie stad. Goede kroegen. Ja, oké. Okay. Nou, ja, mooie bibliotheek ook. Prachtig. Ja, mooi onder de vleugels van Wormoed, wordt er gezegd. Maar dat is dus helemaal niks. Als vierde assistent nog of zo. Ja, geen idee. Oké. Okay. Kleint wel voor je, toch? Dat is ja, wel. Mooi toch, die interesse. Wat? Ja, superglijend. Dat je naam wordt genoemd. Ja, toch goed. Nee, dat is altijd leuk en dat is ook mooi. En dat is, ja, weet je, ik probeer het maar het positieve in te zien. Dat is een soort van bevestiging blijkbaar dat je er goed op staat. Bent, ja. Maar ja, verder kan ik er ook niet zo heel veel mee. Ik bedoel, ja, nee, het zijn geruchten. Ja. Zijn er ondertussen gaat nu elke club in de chat. Wanneer teken je hier, wanneer teken je daar. Dus we laten even de chat voor wat het is. We hebben de afgelopen weken diverse mensen gehad van NAC op de bank. Je hebt er natuurlijk ook gewerkt. Verbaas je enigszins wat daar allemaal nu gebeurt? Ja, want het was echt altijd een hele stabiele... Ja, rustig, hè? Oase van rust. Nee, het verbaast mij totaal niet. Hoewel dit wel een tragisch dieptepunt en een enorme climax is geworden, denk ik.
Ja, weet je, wat moet je erover zeggen? Ik denk dat er heel veel over gezegd is. Ja. Het is diep en diep triest voor alle mensen die erbij betrokken zijn. Die, wat ik lees, echt bedreigd zijn. Ja. Als dat allemaal echt zo is, waar ik even van uitga, zulke dingen verzin je waarschijnlijk niet. Nee. Is dat natuurlijk echt diep en diep triest wat ik al zeg. Maar ook voor mensen die van een afstand toekijken, die een mening hebben, maar niet andere mensen bedreigen en die gewoon het beste voor hebben met de club, is het ook vervelend. En voor mensen binnen de club die hopen dat het goed gaat met de club waar je werkt, is het ook heel erg vervelend. Ja, zeker. Ja, dit is een open deur, maar ja, het kent weer alleen maar verliezers. Maar ja, als je vraagt, is het verrassend? Nee, want ik heb er zelf 3 jaar gezeten. Ja, 3 jaar. Bij de jeugd was het nog wel rustig. Maar alles wat ik bij het eerste elftal heb meegemaakt was een vulkaan. En die is nu weer uitgebarsten. En ja, de vraag is of het op korte termijn rustig gaat worden. We hebben hier best wel wat NAC-spelers gehad. Waaronder Ralf Seuntjes. Gaan we zo naar kijken bij de boot in. Die 2 minuten voordat het live gingen, een bericht kreeg ze in de groepsapp van: oh, wat apart, de trainer gaat weg. Oh. Maar nu dat de club ook te koop staat. Het is toch, ja, ik weet niet. Bizarre situatie. Ja. Ja, het is heel zonde wat Willem al zegt. Het is echt een situatie met alleen maar verliezers. Dus ja, los het maar op. Ja, ja, hoe het opgelost gaat worden. Ja. Seuntjes zat hier. Ralf. Son of God. The Son of God. Wauw. Als je dat had geweten. Ja, hij zat hier. Dol op die man. Ja? Ja, cult. Dat is gewoon cult. Ja, waarom zei cult? Gewoon Son of God, weet je wel. Weet je, hij is een supergoeie voetballer. Ja. Wat? Ja? Nee, niet? Ja, jawel. Ja, het is wel, wat ik altijd met hem en met Mats heb, dat zijn hele goede voetballers. Het oogt altijd niet heel erg energiekvol. Hij doet me denken aan Matt Letizia. Wow, nou zo, dat is als Ralf nu kijkt, dat is het allergrootste compliment dat hij ooit heeft gehad. Toch? Dan heeft hij niet veel complimenten. Sorry hoor, maar dit is wel een absolute legend in het Engels voetbal, toch? Ja. Hoeveel jaar bij Southampton? Een gokje? Ja, 15 of zo. Zeker 15. Ja, denk ik wel. Ja. Ik zei het dus tegen hem. Altijd mooie goals. Wat ik heel mooi vind. Hij moet nog 1 keer naar het buitenland. En dan moet hij eigenlijk naar de League One of League Two. Daar is hij toch een persoon Stoke voor? Ja. Ja, dat lijkt me heel mooi. Goed. Of hij daar goed genoeg voor is, kan je nu gaan kijken bij de boot in. Ralf, je hebt net gezien hoe het moet. Ja, klopt. Dus daar gaan we voor, hè. Ja, is dit, ga je het beter doen? Ga je voor de 120? Ja, moet altijd voor het maximale gaan. Ik hoorde al techniek praat, vreeftrap, tof binnenkant voet. Waar ga je uiteindelijk voor? Gewoon binnenkant, stuiteren op het water. Dat is de techniek die ik ga gebruiken. Als je ze allebei uit de boot krijgt, dan verdubbel ik al je punten. Is goed, man. Staat. Ja. Die tellen we. 30 punten. 30 punten. Volgende bal. Nee. Valt hij vast stil? Hij valt stil, zonde. Okay, ja, dan kunnen we. Ze liggen volgens mij op 40 meter, hoor, maar. Ja, dat is wel waar. Jongens, je mogen iets meer dichterbij komen. Nee, die bal ligt gewoon op 30 meter. Ik zeg het je heel eerlijk, man. Voel je genaaid? Ja, ik ben zwaar genaaid. Ja. Touché. 90 punten. Ja. Hoe voelen we ons? Kut, want als ze op 30 meter lagen bij die tweede bal, had ik 120. Dus eigenlijk heb jij het een soort van over de KNJB alleen dan de even afkicken variant ervan? Ja man, dat klopt. Heb je wel gelijk in. Ja, je wordt gemaakt. Je bent het wel met me eens, hè? Ja, nee. Absurd. Ja, dit, zo kan je geen spel spelen. Zo is geen spel te spelen, maar ja, dat is bekend. Nee, ik gaf je wel genoten. 90 punten, prima. Nou, doen we het voor. Top, man. Ja, je zei het wel terecht, hoor. Dat tegenwoordig hoef je alleen maar de boot te raken. Hij hoeft er niet in. Dat is een stuk minder streng dan vroeger. Weet je, toen Ekadeli was. Met Jacques Dancona en alles. Zo, zat was in goed, de jury. Ja, Jacques Dancona. Zat ernaast. Heb je dat wel eens gezien? Wat? Jacques Dancona bij ons in de jury? Nee, dat niet. Bulletje ernaast. Nou, als we dat nog een keer kunnen fixen bij Ekadeli. Bulletje en Jacques Dancona. Bucketlist, toch? Bij de boot in, zeker. Ja. Ondertussen staat de Son of God op een gedeelde. Jopie Buit. Tweede plaats met Doriano Costa en Guus Stil. Maar Jopie Buit staat van bovenaan. Goed middenveld, zeg. Hey. Doriano de verdedigende taken, Guus de loper en Ralf. Voor wat? Voor de steekballetjes. Ja. Zo, dit is wel goed hoor. Hey. Met 5-5 dit team. Ja, maar er moet wel iemand op doel. Nicolai. Joop. Schijnt te kunnen keepen. Ja, goed. Joop Buit nog steeds bovenaan. Blijft een fenomeen. Waanzin. Ja. Ik vind het wel mooi trouwens dat toen Ralf hier zat. Zo iemand die dan heel eventjes nog. Die kan tot 10 tellen.
En dan, als je dan nog een keer hem triggert, bijvoorbeeld over Helmond Sport, dan gaat hij all the way. En het verbaast me dat Jaron dat niet gedaan heeft. Dat we nog iets kunnen... iets meer viral kunnen gaan. Goed. Laten we het over het voetbal hebben van de wedstrijden van zometeen. Zometeen natuurlijk uitgebreid over jou, Engeland. Maar eerst Kroatië tegen Schotland. Kroatië toch wel een van de tegenvallers dit toernooi, hè? Ja, wel een tegenvaller, ja. En vooral als je kijkt ook nog wel naar de namen. Ja. Dat je toch nog wel denkt van, hey, toch nog wel een paar spelers die toch wel oké zijn. Maar nee, het valt tegen. Het lijkt niet heel erg energiek. Het lijkt niet heel erg dynamisch. Terwijl, ja, wat ik zeg, als je gewoon kijkt naar de namen, is het nog helemaal niet zo heel erg slecht. Voorlopig valt het wel heel erg tegen. Dus ja, ik ben benieuwd nu. Vier wijzigingen. Je ziet nu dat Juranovic de plek overneemt voorin, links voorin. In plaats van, of links achterin, sorry, voor Frasiasko. Vlasic krijgt de voorkeur voor Brekalo. En mijn grote vriend, Ante Rebic. Ja, die is eruit nu voor Petkovic. Ante Rebic op WK 2018, vond ik altijd mooi. Moest je inzetten of hij een kaart pakt of een goal maakt. Dat gebeurde altijd een van die twee in de wedstrijd. Het was alles of niets. En nu dus op het bankie. Maar zij hebben al vier punten ook, toch? Nee. Ze hebben verloren van Engeland en gelijk tegen Tsjechië. Oh shit, ja, mijn hemel. Ja, dus mocht Schotland winnen, voor het eerst in de historie dat ze zich dan... kwalificeren voor een knock-out van een groot toernooi. Ja, ik geef ze wel een kans, hoor. Schotland. Ja. Ik geef ze wel een goede kans. Ja, Hampden Park. Maar het vervelende is... Ik zei het gisteren tegen Bruce in de podcast. Als Hampden Park nu vol was geweest... had ik blind ingezet. Kansloos. Toch? Kansloos. Ja. Maar voor mij kunnen er maar... Wat is het? 12? 12 zo? 12.000 man in? Bij de Schotten is het natuurlijk heel zuur. Weer... Ja, voor het eerst voor mij sinds een paar dagen dat iemand positief is getest. Gilmore, ja. Dus dan krijg je deze opstelling. Waar, eigenlijk Andy Robertson is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste speler bij de Schotten. Ik denk nu eigenlijk stiekem John McGinn. Gaat John McGinn het doen? Ja, die speelt een toernooi van Villa. Mijn hemel. Ja. Goeie voetballer. En ik hou ook wel van Che Adams. Ja. Ja. Zijn hier nou namen bij jou waarvan je denkt, daar ga ik echt zo meteen voor zitten? Bij Schotland? Maar Robertson vond ik wel, ook in de eerste wedstrijd tegen Engeland, vond ik wel... je zag wel dat als iets moet gebeuren, dan komt het wel echt van hem vandaan, zeg maar. Ja. Die is toch wel echt... En McTominay heeft een grote naam, maar... Ja. Ja, ik vind hem wel een mooi speler. Ja. En die Europa League finale ook fantastisch. En hier vind ik ook wel aardig spelen. Ja, maar hij is wel een beetje in dienst van het elftal. Hè? Steeds andere positie. Voor mij, Robertson was bij alle... Ik weet niet of de eerste of de tweede wedstrijd was. Alle aanvallende acties was hij bij betrokken uiteindelijk in de wedstrijd. Ja, maar die voorzetten, niet normaal. Nee. Zo fit en zo'n goede trap. Vriendelijke man ook. Is het zo? Oh, ik ben echt verliefd op hem. Ja. Echt? Ja. Bel me, Andy, serieus. Hey, het is, eigenlijk is dit gewoon een knock-out game, hè, vanavond. Want de winnaar die gaat gewoon door. Wie geef jij de meeste kans? Schotland. Wel? Ja, ik hoop dat ze goed hebben gekeken naar de eerste helft van Kroatië tegen Tsjechië. Waar Tsjechië eigenlijk gewoon Modric en Kovacic helemaal vast hebben gezet. Ja. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon niet heel veel anders. Nee. Want ze proberen alles via Modric op te bouwen... Ja, zet daar een man op en je kan er gewoon omheen. En ik hoop dat ze dat ze de energie van die wedstrijd tegen Engeland een beetje door kunnen trekken. Ja, maar dat was ongelooflijk, hè? Ja. Dat is wel wat ik heel mooi vond. En jij, tweet van het toernooi, jij zei... Hè? Nou, dat weet ik niet, maar ja, dat vuur. Mag ik zeggen dat jij de tweet van het toernooi hebt gestuurd? Zeker. Schotland. Hè? Schotland, Engeland, wat het verschil maakte. Schotland... Haat Engeland. Ja. Weet je, we zijn zo, weet je, gewoon echt een lege Zippo. Geen vuur, geen honger. Nee. Weet je, het is allemaal een beetje... Ja, en ik ben benieuwd, terecht wat Leon zegt, of ze die energie en die passie vanavond ook weer... kunnen trekken. Ja, dat was, ik vond het ongeëvenaardig. Ik weet niet hoe jij naar keek, maar dat je het verschil in kwaliteit op het veld zo kan compenseren... Met de intensiteit. Ja, maar dat heb ik dus best wel vaak gezien, dit toernooi eigenlijk, vind ik.
dat er toch een tegenstander, bijvoorbeeld bij Denemarken is, en dan niet dat Denemarken kwalitatief dan heel veel minder is ja. dan Rusland, maar dat Hongarije, Frankrijk. Precies. Nou, exact. Maar, ja. En ook natuurlijk ook wel de resultaten van Spanje een paar keer, dat er toch wel wat ploegen zijn die toch ja, echt wel voor, dat lijkt je toch wel echt toch wel te kunnen zien, of misschien dat de aanname van mij is, maar toch echt voor hun land spelen met een bepaalde passie, ja. waardoor je dan toch ook wel ziet dat en ik hoop niet dat Pieter Zwart al te boos wordt nu, maar dat tactiek toch ook weer niet ja, zeg maar voor die landen dan per se alles overvleugelt. Hè. Dan zie je toch dat als je een gezonde dosis energie en loopvermogen en duelkracht erin gooit, dat je in ieder geval, laat ik het maar zo zeggen dan, heel veel tactische onbenul misschien wel kan compenseren. Maar dat vond ik gisteren ook met dat Noord-Macedonië, wat eigenlijk dan tegen Nederland in een soort afscheidswedstrijd voor die twee toch dan wat aanvallender gaat spelen. Dus eigenlijk denk van, ja, weet je, fuck the shit, we gaan er gewoon voor. En uiteindelijk staan ze gewoon 3 keer oog in oog met Stekelenburg, weet je. Ja. Dus ja. Ja, dan denk ik ook, ja, wat is dan tactiek op zo'n moment? Het is gewoon wilskracht. Het is gewoon, je wilt het op zo'n op de mooist mogelijke manier afsluiten. En dan krijg je toch voor elkaar. Ja, zeker. Overigens, René P., die heeft het over Stephen O'Donnell van Motherwell. Die zegt, die leeft zijn droom als kelderklasser op een EK spelen. Speelt hij ook echt? Ja, zeker. De basis? Ja. Wauw. Dat is mooi, toch? Van Motherwell in de basis tegen ik vind Dykes, die nummer 9, dat is ook echt zo'n aanname is net even iets te ver van springen. Maar iedere bal die je niet meer kan halen, rennen, slidings maken. Ja, ieder komt er wel wat je niet kan winnen, gewoon de beuker in. Nee, Dykes. Linda Dykes speelt bij Queen's Park Rangers, volgens mij. QPR? Klopt dat? Oeh. Spits, Queen's Park Rangers? Geen idee. Nee? Oh. Wordt waarschijnlijk nu opgezocht. Okay. Of iemand in het publiek die het weet. Ja, zeker. Er wordt geknikt. Overigens, over John McGinn gesproken, dan wel Hilde. Hè. We hebben sinds kort een nieuwsbrief. Martin Haven, al zijn ziel en zaligheid gooit erin. Had hij even de wereldgoal van John McGinn in de nieuwsbrief gegooid van vandaag. Dus check die, als je hem nog niet gelezen hebt. Ik denk dat iedereen die nu zit te kijken, dat hem zeker heeft gelezen. Zometeen tijd voor Engeland. Maar eerst is het tijd voor onze favoriete Duitser, Simon Tjommer. Met de EK-vraag van Skoula. Een nieuwe dag. Een nieuwe ronde, een nieuwe vraag van Skoula over het EK. Welke competities leveren dit EK precies 1 speler op? Weet jij de antwoord? Stuur het op via de socials. En wil jij in de vakantie nog doelgericht werken aan je vaardigheden op school? Kijk dan op skoula.nl. Ah, ik vind het zo mooi. Hij is, nou maar, ja, ik heb het nu al vaker gezegd, maar hij is zo bevlogen over Skoula. Ik denk dat hij tegenwoordig gewoon beter Skoula kan verkopen aan een club dan een speler die hem zit. Maar hij is helemaal gek van Skoula. Maar Hilde dus, welke competities leveren 1 speler af dit EK? Enig idee? Oef, ik zit ervan aan te denken. Nee. Dat zo lastig, man. Dat zou ik niet durven. Er zijn dus ook meerdere competities. Heb je enig idee? Macedonië, denk ik. Nee, dat spelen wel een paar. Oeh, ja. China. Vermalen. Ja, China. Is hij China? Ja. Nee, hij speelt in Japan. Japan. Ik ga voor Albanië. Ja, goed. Overigens, hoeveel Eredivisie heb je enig idee? Die heeft afgeleverd? 16? 17. Zo. Oh, zo. Hey. Zo. Netjes. Als ik jou was, zou ik nog even wat geld inzetten vanavond, jongen. Dat gaat helemaal goed komen. Waar dan? Waar? Ja, geen idee. Total sponsor tonen ze niet, hoor. Betfred? Ja, Betfred. Als jij kan inzetten bij Betfred. Ik weet niet of dat een legitieme site is. Maar ik denk dat je zo je geld kwijt bent bij Betfred. Goed, laten we gaan hebben over Tsjechië-Engeland. Ofwel de deceptie van Engeland tot nu toe. In ieder geval de teleurstelling. Geen deceptie. Ik heb wel echt tot nu toe bij Engeland. Turkije, maar dat was een deceptie. Nee. Maar bij Engeland, it's coming home. Ik hoor iedereen het weer roepen. Niet iedereen roept. Ah ja, 90%. Ja, maar toch? 70% van die 90% is dronken. Dat is wel waar. Maar tegen Kroatië hoorde ik alle voetbalpuristen in Nederland, of voetbalanalisten zeggen, het was tactisch sterk en sterk gespeeld. Tegen Schotland was het gewoon echt niet goed. Matig, ja. En ja. Wat is er in hemelsnaam, en dat wil iedereen in de chat weten, aan de hand met Sancho? Hebben zij ruzie gehad of zo? Dat moet haast wel, toch? Want elke aanval is tot nu toe in actie gekomen. Ja, kijk dan, wie heeft niet gespeeld? Ja, Sancho. Marcus Rashford heeft gespeeld. Ja, allemaal. Je mag ze allemaal op gaan noemen nu. Dominic Calvert-Lewin heeft een paar minuten gespeeld, ja. Ja. Ja, dus Jadon Sancho niet. Nee, daar begrijp ik helemaal niks van. Want ik zou hem zeker de voorkeur geven boven Sterling nu, ja. Ja, wat kan het zijn? Dat zo'n Sancho, waar best wel veel verwachting over was, dan misschien niet basisspeler, maar iemand die uiteindelijk het verschil kan maken, nu na 2 wedstrijden
nul minuten heeft gespeeld. Ja, het is natuurlijk hetzelfde als met waar we het net over hadden met Wijndal. Dat is echt gissen wat er aan de hand is. Ja, maar die status is natuurlijk wel anders, toch? Ja, het is een andere status, ja. Maar je weet natuurlijk niet wat er aan de hand is. Of het zijn houding is, of het de trainingsintensiteit is. Of we kunnen daar natuurlijk weinig antwoord op geven, ja. Overigens, er is iemand woedend over je, op je, in de chat. Mijn vrouw? Nee. Ene Jordi Jamali. Wat zei James over Turkije? James in Verdansk. Dat is een deceptie. Jordi Jamali, dat is een goede vriend van me. Goede gamer. En hij maakt een hele goede lach met Jun. En het spijt me. Sorry Jordi. Jordi, ik zie je morgen in Verdansk. Ja. Maar wat is Verdansk? Dat is een spelletje op de PlayStation. Ik ben bijna 41 en ik speel op de PlayStation. Ik schaam me niet. Ik heb een dekentje. Ik speel PlayStation. Ik ben een loser. I don't care. Mijn leven is mooi. Dankjewel Jordi voor dit. Dankjewel Jordi. Goed. Overigens mensen die vragen... Dit heb je niet bij de NOS, hè, dit. Nee, dit heb je zin. Eerlijkheid. En een dekentje. Dekentje ook niet. Maar waar zijn de hapjes? Ja, ik wou dus net zeggen. Dat hebben jullie wel weer bij de NOS. Geitenkaas en shit. Goed, overigens voor de mensen die vragen of Jordi een keer langskomt... zeer zeker deze week nog. Dus vrijdag zei hij tegen me. Ja, zin in. Dat wordt zuipen, hoor ik op mijn oor. Gaan we door met, ik weet niet wie op mijn oor zit... maar iemand zei, Jordi is hier vrijdag, dat wordt zuipen. Als jij kijkt naar Engeland, Willem, laten we het lekker voelen inhoudelijk houden. Hè? Wat is jouw mening naar twee wedstrijden Engeland? Dan krijg ik het idee, als ik ook dit zie, dat de bondscoach zoekende is. Echt, hè? Maar dat is wel raar op een eindronde, toch? Ik vraag me ook af of ze een ander systeem gaan spelen... want ik zie Saka, Sterling, Kane en Grealish staan. Ja. Mm-hmm. Waarbij, voor mijn informatie, dan heb je eigenlijk drie jongens... met Grealish, Sterling en Saka die liefst vanaf de flank komen. Dus er zal er toch eentje echt naar 10 moeten... Ik weet niet of het dan Grealish is, dat die dan... Sterling, denk ik dan, ja. Sterling, nou, en die van een van de twee. Ja, denk, ja. Dat is opvallend. En wat ik ook heel opvallend vind, is dat Trippier in de eerste wedstrijd linksback werd gezet. Want die moest erin voor de spelhervattingen. Ja. Waar in Engeland trouwens het vorige toernooi ook heel erg succesvol is geweest. Zeker. Ja, als je dan nu dit allemaal overhoop gooit, maar ook bijvoorbeeld dat Harry Maguire erin komt... Ja, dan heb je, wat ik zeg, toch wel het idee dat hij aan het zoeken is. En als je dan weer terugkomt op de vraag die je me net stelde in Nederland zelf, dan zou je nog dingen wijzigen. Nou, dan lijkt het wel dat dit paniek is. Ja. En dat is een beetje godzijdank de greep in de zin van, hopelijk valt dit dan goed. En als het dan goed valt, dan kunnen we daar een beetje op door. En als dit verkeerd gaat, dan is ook echt de shit aan, zeg maar. Want dan, maar vind je het gek dat hij Maguire opstelt in plaats van Minks? Nou, dat vind ik lastig om daar iets over te zeggen. Omdat ik ze allebei... Daarvoor heb ik ze echt te weinig gezien, ja. Zeg maar. En dan praat je ook over complementair aan Stones die ernaast staat. Ja. En inderdaad, in welk systeem ga je dan precies spelen? Dat vind ik lastig. Maar ja, mijn beeld van Maguire is nou niet dat hij per se helemaal onomstreden is. En ik vond Minks het eigenlijk helemaal niet zo heel slecht doen. Nee. Totaal niet. Dus nee. Ja, in die zin ook wel verrassend. Daarom, dat bedoel ik. Ja, een extra argument om te zeggen. Vraagtekens bij of er paniek is. Ja, Trippier is natuurlijk wel heel raar. Zeker dat je hem op links zet. En dan in ieder geval, iedereen wist van tevoren al. Dat het niet heel handig is om een rechtspoot op linksback te zetten. Nu komt maar hij deed het niet slecht ook. Maar zeg, hij deed het echt nee, maar het is natuurlijk wel. En dat bedoel ja. Hij deed het niet slecht. Maar het is wel raar als je gewoon een goede linksback hebt. Die gewoon... met zijn linkerbeen daar het spel kan bepalen als hij die bal heeft... dat je die op de bank zet en daar naar wedstrijd 2 achterkomt. Maar ik ben wel benieuwd hoe hoog die in de hiërarchie staat op die rechterkant. Nou, wat ook wel voor de bondscoach een beetje vervelend is... is dat je natuurlijk Kyle Walker hebt. Ja. Dat je Reece James hebt, die gewoon Champions League finale heeft gespeeld en gewonnen. En dat je dan nog Trippier hebt. Ja. En Wan-Bissaka en Trent. Het is crazy. Ze hebben zoveel keuze. Ja, maar Trent Alexander-Arnold is geblesseerd natuurlijk. Dus... Helaas wel. Maar je hebt zoveel keuzes. Ja, en dat was het gevoel bij die eerste wedstrijd bij Engeland. Mm. Dat hij echt dacht, oké, ik heb er 17 rechtsbacks. Ik moet ze allemaal wel proberen een beetje te vriend te houden. En dan was Trippier, wat je terecht zet. Engeland behaalde mede dankzij de dode spelervattingen de halve finale op het WK. Hè, waar ze toen heel veel energie en tijd in hebben gezet. Zag je ook nu weer terug trouwens hoor. Echt achter serieus iedere ingooi zie je gewoon bij hun ook gewoon dat daar een patroon in zit. Van iemand die naar de bal toe komt, een ander die van de bal afbeweegt, een kruisbeweging, wat dan ook. Dus ze zijn daar wel heel erg mee bezig geweest. Dat is ook voor mij een reden geweest om Engeland wel... Omdat als je gewoon naar de selectie kijkt, als ik dan kijk naar de bondscoach... die dat allemaal voor mijn gevoel wel heel erg serieus neemt. En echt met een plan ernaartoe is gegaan van laten we ook die spelervattingen...
ja, heel erg belangrijk maken. Wat natuurlijk voor korte termijn prestatie best wel een goede ja, indicatie kan zijn. Maar echt enorme tegenvallen inderdaad tot nu toe. Ja. En bij de Tsjechen natuurlijk de man die het enorm op zijn heupen heeft. Chic. Die tot nu toe misschien wel het doelpunt van het toernooi heeft gemaakt. In ieder geval, ja, ik hoorde hem hier heel vaak voorbij komen als hoogtepunt van het toernooi tot nu toe. Ja, volgens mij staat hij echt nog wel op nummer 1. Het is echt wel knap, want in de kwalificatiereeks hadden ze juist heel veel moeite met scoren. Omdat hij eigenlijk gewoon een beetje geïsoleerd stond en dat ze moeilijk konden bereiken. Maar ja, ook Tsjechië is echt zo'n team dat erin gaat geloven. Ja. En dat merkte hij ook in de vorige wedstrijd. Dat begint toch wel aardig te lopen. En, dat vind ik wel mooi aan dit toernooi. Hè? Dat jij vooraf zei bij deze pool, zei bijvoorbeeld, oké, Kroatië, Engeland 1-2, die gaan wel door. En dan om nummer 3, dan... Dan gaan Tsjechië het met Schotland wel uitvechten. Het zou zomaar kunnen zijn na vanavond dat Tsjechië als nummer 1 doorgaat. En Schotland als nummer 2. Zou zomaar kunnen. Dat kan wel nog, ja. Ja. Goed, het wordt heel interessant. Op dit moment Engeland en Tsjechië allebei bovenaan met 4 punten. En Kroatië en Schotland 1 punt. Heel benieuwd. Heb jij wel eens met iemand gewerkt of gevoetbald die gewoon enorme maten naar je is? Gewerkt? Vrij veel schrijvers zijn wel maten naar huis. Ja? Ja. Wie is de ergste? Dat ga ik niet zeggen. Oh, okay. Nee. Kan je me omschrijven? Oud. Okay. Ja, ik heb ook een matenaar. Ik ben er gisteren achter gekomen dat er ook een matenaar werkt bij FC Afkikken. Lars. Oh, ik hoef... Ja, Lars. Ja. Ik hoor zijn gezucht ergens. Oh, daar is hij ook. Kom je excuses aanbieden? Ik niet. Waar ben je eigenlijk? Ben je weer terug in Lochem? Nee, ik zit ongeveer een paar ruimtes verder weg bij jou. Oh. Maar ik kom er niet weer tussen kruipen. Vertel. Want ik ben bang voor een klap van jou. Hoeft er helemaal niet. Nee. Na gisteren. Zie ik er zo gewelddadig uit? Nee, toch? Nou, gisteren was ik wel even boos, hè? Nou, boos. Wat ik al zei. Beter dat jij met mijn vriendin gaat daten dan een andere jongen. Ja. Nee, maar ik heb vandaag een thuiswedstrijd gespeeld. Want je mag niet appen op de weg. En sinds gisteren heb ik alleen maar Carmen en Mies in mijn app. Hij is weer stil. Tweede keer. Ja, maar wat moeten we zeggen? Oh, jeetje, laat de appjes zien. Nou ja, als al die luisteraars dat willen zien of kijken. Leuke podcast heb je gemaakt met Carmen en zeker. Mies. Dus complimenten, dat kan je wel. De Champions League is mij een stuk duidelijker. Ja. Klootzak. Goed, wat heb je vandaag gedaan? Ik heb vandaag een thuiswedstrijd gespeeld, zoals gezegd. Hier in Club Atelier heb je meer dan alleen de FC Afkikken studio. Je hebt een jacuzzi. En hele gezellige mensen. En een jacuzzi. En veel drank. En wat nog meer? Maar je hebt ook een platenzaak waar je platen kan luisteren, LP's. En Thomas Verhaar hadden we vandaag over de vloer. Ja. Ik dacht van ja, we moeten op zoek naar een mooi liedje dat past bij dit toernooi. Nou ja, vandaag een thuiswedstrijd, Club Atelier. Muziek en voetbal zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Ik kom niet verder dan André Hazes, maar ik hoor vaak in de Core Podcast dat jij, Thomas, groot muziekliefhebber bent, ook van platen. We staan hier bij Seawolf Records, in Club Atelier dus. Vind jij zo'n plaats als dit altijd mooi om te zijn? Ja, ik vind het wel mooi, maar tenminste, platenwinkels vind ik altijd wel mooi. Kunnen we een plaat, denk je, vinden waarvan wij uiteindelijk zeggen van, nou ja, dit nummer past bij dit EK? Ongetwijfeld. Wat vind jij het mooiste voetballied? Het mooiste voetballie. Ja, gewoon als je in het stadion een warm-up doet of zo. Ja, past ik vind Sweet Caroline vond ik altijd mooi als ik warm-up aan het doen was. Ja. Maar de Sparta-mars was ook geweldig. Als je het veld op kwam. Ja, dat was echt wel bijzonder. Ik heb wel ooit een keer een mooi verhaal gehoord over Hans-Jürgen Nicolai. Dat is de grote voetbalquizman van Nederland. Die heeft ook nog een paar wedstrijden bij Excelsior in het eerste gespeeld. En die speelde daar samen met Oscar Moens. En speelde ze uit bij Emmen. En daar hoorde hij altijd de tandenborstel jive als Emmen scoorde. En toen, volgens mij stonden ze al 3-0 achter. En toen vervolgens ging die speler van Emmen, die ging 1-1 met Oscar Moens. En Hans die probeerde nog een tackle te maken. Dus die sleed door en die keek, terwijl die speler Oscar Moens ook omspeelde, keek ze elkaar aan en toen zei Oscar, voordat die bal erin ging,
zongen die... Dus dat is wel een mooi verhaal. Maar... Ik vond het ook een van de betere verhalen, ja. Laten wij even gaan rondkijken, denk ik. Ja, ja. Toch? Ik denk dat we hier moeten kijken. Dit is ons vakje. Ja, ik heb al wat moois gezien, hè. We hadden het net over Engelse voetbalsupporters. Je hebt één zo'n filmpje. En daar je kan één zo'n supporter. Die kan supergoed die stem van die gast van Once Step Beyond. Nou, dan hoor je hem zo schreeuwen en dan gaat vervolgens heel het publiek los. Dus die zou ik. Once Step Beyond, die koppel je altijd aan. Wayne Morgan. Ja, maar dat was op een gegeven moment. Top? Was dat ook bij Ajax. Goaltune. Bij Vitesse. Daar gaat hij weer terug. Deze drie zijn het geworden, Thomas. Ja, we hebben hard gezocht. Ja, deze ken ik. Ja, ik zou, de andere als twee we het niet... over voetbal muziek hebben, dan zou ik toch voor One Step. Step Beyond. Ook wel mooi symbolisch toch voor het Nederlands elftal. Iedere keer stap je verder. Dat is waar. We kunnen eens even gaan luisteren. Dit is hem wel volgens mij, toch? One Step Beyond. Wat jij zei, Nederland elftal. Elke keer een stapje verder. Mooie cover, mooi liedje, prima item. Terug naar de studio. Zullen wij voortaan gewoon zelf bepalen of het een goed item is? Niet dat hij zegt, goed item, terug naar de studio. Dat was een leuk item. Ja, vond je het leuk item? Ja. Serieus? Ja, ja, goed ook. Ja. Jij ook? Was een beetje, hoe heet het ook weer? Heb jij überhaupt gekeken waar het over ging? De man bij het omwachtig, dat is dope. Okay. Nee, Lars. Bedankt. Ja. Dag. Laten we gaan voorspellen. Jeetje. Waar zullen we mee beginnen? Schotland, Kroatië? Ik denk dat Schotland hem toch gaat pakken. Ik denk 3-2. Veel goals. Oh, John McGinn de winnende? De keepers. Winnende Robbo. Robbo. De winnende. Robbo. 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 Nee, niet Robbo. Nee, Robbo. Ja, ik denk dat ik toch voor Kroatië... Ah, ga toch weg, man. En denk uiteindelijk toch... Krijg je nog meer ruzie met Pieter Zwart? 1. Nee, Pieter en ik krijgen nooit ruzie. Oké. 2-1, denk ik. 2-1 voor Kroatië. Ja, ik heb al gezegd, Schotland wint. Ja, maar hoeveel? 2-1, Dijks. Oh. Scoren. Ik zeg 4-3. Nee, 4-2, Schotland. Nice. Zeker, ja. En dan die man van Motherwell, die maakt de winnende. 2. Hoe heet je ook weer? Ja, O'Donnell. O'Donnell. Stephen O'Donnell, nummer 2. Goed, Engeland tegen Tsjechië. Begin ik bij jou, Willem. Ja, ik ga toch ook wel voor de safe. Ik denk toch Engeland. Ondanks dat het een beetje een mengelmoesje is geworden, die opstelling nu. Ja, ik denk dat Tsjechië heeft wel de flow. Maar ja, weet je, ik heb dat ook over 2 wedstrijden volledig gezien. Daar was ik nog niet per se heel erg van onder de indruk. Nee. En ja, de kwaliteit van de spelers van Engeland vind ik dat toch net wat beter. Dus ik zeg toch daar 2-0 Engeland. Okay. 1-0 Engeland. 5-0 Engeland. Wat? Dit wordt de wedstrijd. Dit wordt de wedergeboorte van Harry Kane. Je hebt maar 1 punt op. Wedergeboorte van Harry Kane. Ja? Kane is terug. Hij maakt de 4. Kane grappen. Dit wordt hem. Ja? Dit wordt hem. Ja, serieus. Nee, grappen. Nee, maar echt 5-0. 12-tal, echt. Bel hem. Nee. 5-0. 5-0? En hoeveel keer Kane? 4 keer. Ja, als dat gebeurt, een mooie Harry Kane shirt hier voor jou. Volgende keer dat je er bent. Ik weet niet of ik hem ga dragen, maar... Nee? Heb je een hekel aan Kane eigenlijk? Ik heb geen hekel aan Kane. Nee. Maar Spurs. Ja? Oké. Lucas Moura. Ja? Heb je niks mee? Nee. Okay. Ik denk dat het 1-2 wordt voor Tsjechië. Chic voor Tsjechië? Die maakt zijn 4e en zijn 5e van dit toernooi. Wauw. En die gaat voor 129 miljoen naar City. Wauw. Ik... Goed item dit. Dus Chic gaat naar de Sheikhs. Mooi. Wauw. En zo naar Qatar Airways. Goed, Leonne. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Laat het ons even weten als iemand ook bij de NMS een dekentje krijgt. Ja, ja? Dat zal ik doen. Willem, dankjewel. Graag gedaan. En we gaan de beelden van jou nog zien, hè, in de boot. Zo, daar was je heel tevreden over. Ja, gematigd tevreden.
gematigd tevreden. Ja, je weet hoe het gaat door laptop trainen, zeggen ze altijd. Kan geen bal raken. Maar we hebben toetouch gespeeld. Een balletje in de bootje proberen te trappen. Alleen nog even die linker trainen. Wel tweebenig zijn als trainer. En ze mogen zelf oordelen. Goed. Voor mij zijn er films gemaakt. Ze mogen van alles online gooien. En James, hoe dan ook zien we jou terug. Want bij de achtste finales. Ja. Engeland is sowieso door. Jullie bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er gewoon weer om 8 uur. Graag tot dan.